Nou, in twee zinnen. Ja. Autonomie is een waardevol ideaal, maar autonomie heeft zorg nodig. En zorg is gericht op autonomie. Maar de autonomie niet verstaan in de zin van zelfredzaam onafhankelijk. Uh-huh. Maar als levenskracht. Uh-huh. De kracht die je hebt om te leven, om die te kunnen uiten. Uh-huh. Dus in de zin van, ik beroep me heel erg op Paul Ricoeur, die een soort antropologie heeft. Die uitgaat van l'homme capable, de capabele mens. Uh-huh. En in het boek maak ik ook heel veel werk van de ethiek van Knut Lukstrup, Deense ethicus. Die heel sterk vanuit de interdependentie, de onderlinge afhankelijkheid, redeneert. En in feite zegt dat elke ethiek ontspringt aan wederzijds vertrouwen. Of je nu die in een symmetrische of een asymmetrische relatie. Vertrouwen is het grondconcept. Vertrouwen is echt heel fundamenteel voor het Lukstrup. En daarom heet het boekje ook In Andermans Handen. In Andermans Handen. Ja, ja, want dat, want zij begonnen met een heel interessante opmerking. Autonomie heeft zorg nodig. Ja. En het eerste wat dan bij mij opkomt, van wie? Ik denk zorg van jezelf. Want je autonomie is heel kwetsbaar. Dus het heeft alle aandacht nodig die je maar hebt om er goed voor te kunnen zorgen. En soms red je het niet, autonomie het niet. Dus lijden is in feite ook een aantasting van autonomie. Of het niet kunnen autonoom zijn. Dus je moet, ik denk zelfzorg is ook een heel essentieel begrip in zorg. Maar ook zorg van de mensen om je heen. De mensen die ernaast staan. Dus niet in de laatste plaats de professional die het gaat om professionele zorg. Ja, ja. Maar ik redeneer vanuit een heel breed concept van zorg. Ja. Dus eigenlijk staat zorg voor een kijk op de mens. Voor een antropologie. En daar is denk ik een afgeleide van. De zorg die de professionele zorg beoefent en die daar zijn levenswerk van maakt. Ja. Dus professionele zorg zie je ook in het verlengde van zorg als iets wat we allemaal doen. Zodra je professioneel zegt, komt daar wel een hele dimensie bij. Ja. Namelijk een professioneel beoefend vak. Ja. En dus die heeft een métier. En professionele zorg is dus toch iets anders dan mantelzorg. Ja. En die complexiteit die professionaliteit ook met zich meebrengt, dat maakt dus professionele zorg heel ingewikkeld. Ja. Maar ik denk in de kern is professionele zorg zorgen voor anderen. Ja. En daarmee onderscheiden zich niet van de zorg die we allemaal dagelijks doen. Ja.